Mijn boekentips. Nou ja, natuurlijk als eerst het Killer Body Lifestyle boek. Dit is de herziende versie van het Killer Body Dieet. Na 5 jaar heb ik het Killer Body Dieet herschreven. En waarom heb ik dat nou gedaan? Omdat ik na 350.000 boeken erachter kwam dat de meeste mensen niet ongelukkig zijn omdat ze dik zijn, maar dat ze dik zijn omdat ze ongelukkig zijn. Dus de oorzaak van hun overgewicht is iets niet willen voelen, iets niet aangaan, trauma. En ik vond het belangrijk om dat aan te kaarten. Want mensen vallen dus heel vaak terug in hun oude patronen, omdat ze dus de oorzaak niet oplossen van wat er daadwerkelijk speelde waarom ze eten. Misschien eten ze uit stress, misschien eten ze uit verdriet. Ook wel verveling, eenzaamheid, allemaal dat soort dingen. Dus ik heb een heel groot stuk mindset toegevoegd aan dit boek. En je kunt hem ook beluisteren op alle luisterboekkanalen eigenlijk. Killer Body Lifestyle boek. Ik leg hem even hier neer. Nou, ik heb het al eerder in podcast, et cetera, verteld. Niet focussen op wat je niet leuk vindt, dus ook niet op de vlieg om je heen. Alleen focussen op wat je wel wil. Okay, dus think and grow rich. Dit boek leef ik echt. Inmiddels leef ik ook wel vanuit inspiratie. Echt irritant vliegen. Het is bijna onmogelijk om er niet op te focussen. Maar ik ben ook één met de natuur, dus ik moet vliegen ook niet doodslaan. Anyway, think and grow rich. Nou, top boek. Kan ik iedereen aanraden die in het begin staat van zijn manifesteren. Inmiddels leef ik dus ook wel vooral vanuit inspiratie. Dus ik heb nog steeds wel een heel groot doel. Maar ik laat de inspiratie vloeien om dat doel te bereiken. Dus ik ga niet meer precies opschrijven. Ik wil zoveel omzet en zoveel dit. Want als je zegt ik wil 100 miljoen omzet. Of ik wil, laat ik zeggen, 100.000 omzet. Dan doe je ook weer de deur dicht voor 200.000 omzet. Snap je? Dus er staan zeker voor het begin ontzettend veel goede dingen in. Maar inmiddels ben ik zelf al iets aan het veranderen, maar ik denk nog steeds dat het de goede eerste stap is om deze te lezen als je hem niet hebt gelezen. Nou, ik heb het in eerdere video's al over gehad, de kracht van het nu. Dus hoe kunnen we hier aanwezig zijn? Dit hele boek gaat daarover. Fantastisch mooi boek van Eckhart Tolle. Nou, dan heb je The Secret. Iedereen kent The Secret natuurlijk. Je hebt op Netflix ook een serie The Secret. Nou, niet iedereen kent het. Misschien heb je het nog nooit gezien of niet gehoord. Dan zou ik je adviseren om eerst het boek The Secret te lezen. En nu kreeg ik deze laatst opgestuurd. The Secret to Love, Heal and Money. En dat was zo'n eye-opener. Want ik leef echt volgens The Secret. Absoluut. Behalve als het gaat om relaties. Dus deze kwam zo hard binnen, want deze start met relaties. En waar ik in zakelijk nooit meer op de weg zie en alles creëer wat ik maar wil. Mijn huis, alles lukt altijd. Was ik vooral bezig met zeiken over wat er in relaties allemaal misging. En dan was ik vervolgens verbouwereerd dat de man die ik dan weer had gevonden uiteindelijk weer op de vorige leek. Ja, want ik was altijd die dingen aan het benoemen wat de vorige weer niet goed deed. Dus trek je weer zo iemand aan. Want waar je op focust, dat krijg je. En ik had gewoon niet door dat ik dat met relaties deed. Dus ik ben specialist in focus op wat ik wil. Behalve in relaties was ik dat niet. Dus ik vond het ontzettend mooi. Ik werd er echt emotioneel van. Ik had hem gelezen en ik denk, wauw. Dus ik ben ook meteen een brief gaan schrijven naar mijn ex-partners. En ben daar niet op gaan sturen daadwerkelijk, maar wel gaan schrijven voor mezelf. Eentje is ook zelfs overleden, de vader van mijn zoon. En ben alles gaan benoemen wat mooi aan hun was. En ik werd daar ook gewoon meteen gelukkiger van. Dat ik opeens de mooie dingen van hun kon zien en waarderen. Want eigenlijk als je een vinger naar de ander wijst, wijzen er 3 naar jezelf. Dus het was allemaal projectie ook. Dus het was echt een eye-opener. Ik kan hem iedereen aanraden. Dan hebben we Key. Fantastisch mooi boek. Gaat over je keypunt, kracht hier. Heb ik in 1 ruk uitgelezen. En dit is misschien wel het boek voor mensen die niet van die hele moeilijke boeken houden. Van die zelfhulpboeken, want dit is een verhaal. Mensen die toch soms zelfhulpboeken moeilijk vinden, die vinden dat romanverhaal leuker. Nou, dit is een beetje een roman, maar dan wel een zelfhulproman, zeg maar. Absoluut een aanrader. Nou, dit vind ik echt een fantastisch boek. Dit gaat namelijk over je innerlijke kind. En die hebben we allemaal, innerlijke kinddelen. En dit boek specifiek gaat over je innerlijke kind in relaties. Dus hoe je bij elkaar je innerlijke kind triggert eigenlijk. En dan sta je dus op een gegeven moment te ruzie met elkaar als partners. Maar eigenlijk zijn het niet de partners die met elkaar aan het ruzie zijn, maar de innerlijke kinderen die gekwetst zijn. En dit boek geeft zo enorm veel inzichten in je patronen, als je die zou hebben. Ik had die. Mega veel issues in relaties. Dus echt de spijker op zijn kop gewoon, dit boek. Echt, kan ik iedereen aanraden. Het heet Het innerlijke kind in je relatie. Fantastisch mooi boek.
Zeker als relaties je niet altijd heel gemakkelijk afgaan. Nou, je kunt je leven helen van Louise Hay. Dat gaat vol over affirmaties. We hebben het er natuurlijk ook al in gehad in de oefening nummer 1 of 2. Een affirmatie maken, positieve gedachten over jezelf. Nou, zij gaat er nog wat dieper op in. Zij legt ook uit dat bepaalde ziektes voortkomen uit zieke gedachten over jezelf. Of minderwaardige gedachten over jezelf. Volgens mij heeft zij wereldwijd meer dan 50 miljoen exemplaren verkocht. Zij is echt een pionier als het gaat om affirmaties. Dus ook als je gezondheidsklachten hebt, kun je hierin opzoeken door welke gedachten die jij hebt, je gezondheidsklachten zou kunnen hebben. Kijk, ik noem er even één op. Stijfheid. Stel je voor je bent stijf. Stijf en star denken. Dus je bent stijf en star in je gedachten dan. En dan zou een nieuwe gedachte kunnen zijn: ik ben veilig genoeg om buigzaam te zijn in mijn gedachtenwereld. Prachtig boek. Ben ik mee opgevoed. En dat is nog steeds echt een bijbel. Nou, dit is ook eentje die je echt moet lezen. Wel een heel moeilijk boek, zeg ik je eerlijk. Je hebt hem tegenwoordig ook in luisterboek. Misschien vind je dat fijner. Ja, ik maak altijd notities in boeken. Dus ik vind een boek lezen altijd fijn. En dan onderstreep ik het en dan kan ik altijd weer even teruglezen. Een nieuw gesprek met God. Ook als je niet gelooft in God. Je hebt een ongewoon gesprek met God. Deel 1 is ook prima. Deel 2 is ook goed. Begin maar met deel 1, denk ik. Het is een eye-opener, echt waar. Je hoeft niet in God te geloven, wil je dit boek lezen. Het kan eigenlijk ook worden vertaald als een goed gesprek met jezelf. Een goed en eerlijk gesprek met jezelf. De antwoorden die hij geeft zijn fenomenaal. Nou, Wouter de Jong, ex-collega van mij van Goede Tijden Slechte Tijden, doet het ontzettend goed met Mind Gym. Ontzettend goed boek. Dit vind ik echt een boek voor, nou ja, als je begint een beetje met zelfontwikkeling. Staan er ontzettend veel goede oefeningen in. Bestseller ook, zeker een aanrader. Het wordt heel makkelijk uitgelegd. Je kunt hem ook gewoon openslaan. En dan, dat doe ik ook vaak, hè, op gevoel gewoon eventjes openslaan. En dan even kijken wat het boek mij op dat moment wil vertellen. Absoluut een aanrader. Nou, en heb ik deze, Het Slimme Onbewuste. Die heb ik van een vriendin gehad, die psycholoog is. En zij is heel wetenschappelijk. We hebben een hele mooie vriendschap. En ik ben natuurlijk heel spiritueel. En ik geloof gewoon in de kracht van het universum en de signalen uit het universum. Ik geloof zelfs in engelen, maar dat is een ander verhaal. En zij is meer van de wetenschap, hè? Dus ik heb dit hele boek natuurlijk gelezen en ik kwam erachter dat ik ook gewoon gelijk had. Dus eigenlijk wat de wetenschap zegt, is dat uit onderzoek is gebleken dat je eerste ingeving altijd de juiste is. Dat je onderbewuste het antwoord weet. Dus niet wat je gaat bedenken met papiertjes en zo, gewoon die eerste ingeving. En voor die ingeving heb je ruimte nodig in je hoofd. Daarvoor doe je dus weer die meditatie of een van mijn andere oefeningen in deze video's. Nou, dit waren voor nu even mijn boekentips. Heel veel succes!